Goeiedag, ik heb vandaag een hele bijzondere gast in deze aflevering van Q-Time, Shelle Liss. En ik weet bijna zeker that she needs no further introduction. Laten we toch eventjes een klein beetje terug, want ze gaat me een beetje onder de bus gooien. Want haar eigen naam is Rachel. En ik mocht haar eigenlijk niet zo noemen, want dan zou ze zenuwachtig worden. Ik weiger te geloven dat deze getalenteerde, jonge, Surinaamse superster, die gewoon de ster aan het reizen is de afgelopen tijd hier in Suriname, zenuwachtig worden. Nou, kijk als we het kunnen testen. What made is a little cute time. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Heel fijn dat je even tijd hebt gemaakt om bij ons te komen babbelen. In Q-Time. Fijn dat ik er mag zijn. Very nice. Thank you so much. Ik zei het al net, je bent de afgelopen jaren ben je enorm in de lift met je carrière. Hoe zou je jezelf omschrijven? Comedian, toneelspeler, wat zijn alle namen die je zelf zou geven als je jezelf zou moeten introduceren? Ik zou zeggen een comedian. Ik zou toch daarvoor kiezen. Ja, oké. Ja, klopt. Ik verklapte net ook al dat je eigenlijk al eerder op het toneel hebt gestaan. Schooltijd, Scorotee. Ja, klopt. Tijdens Got Talent. Ja. Dus er zat altijd wel een beetje iets in jou dat met performing arts te maken had. Dat klopt. Ja? Welk moment wist je dat van jezelf? Heel jong. Ja. Ik weet nog toen ik in de derde klas lagere school zat, mocht ik ook al meedoen met een activiteit op school. Ja. Het was wel een playback. Ja. Maar daar begint het toch. Precies. Want dan moet je ook acteren en doen alsof je echt zingt. Ja. Uh-huh. Dus daar is het eigenlijk begonnen. En ik hield altijd van acteren in de klas, de vrije uren. Was je ook een gangmaker? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja? Dat zou je kunnen zeggen. Maar daar begint het ook hoor. Ja. Dus misschien moeten we die gangmakers van nu. Precies daar begint het. Dus hun waren mijn eerste crowd en is het gegroeid. Okay. Maar eigenlijk had je altijd al een aspiratie om te zeggen dat je iets wilde gaan doen met onstage iets gaan. Heb je ooit geprobeerd om te zingen? I'll take that as a yes. Ja, geprobeerd. Sommige mensen zeggen, je hebt wel een mooie stem. Maar zingen, je moet oefenen. Don't leave your day job. Aye. Dus ik denk dat ik kan acteren. Dat heb ik wel altijd is gedaan. Dat wel echt je passie. Ja, klopt. Ik was lid van Jong Asago en daarna Nax Theater. Ik ben nog steeds lid van Nax. Mm-hmm. Got Talent. Yeah. En dat was ook op een heel ander niveau. Yeah. En toen maakte ik TikTok. Ja, ik maak nog steeds TikTok filmpjes. En daar is het echt begonnen. Yeah. Want daar leren mensen je echt kennen. Want die crowd is veel groter. Het is social media. Mm-hmm. Daar heb je dus niet alleen Surinamers, maar iedereen kan dus naar je kijken. En het is toch wel anders, want eigenlijk alle andere manieren waarop je naar buiten treedt, is het publiek tegenover je. Klopt. En bij TikTok is het jij je telefoon. Klopt. Veel makkelijker eigenlijk ook. Ja. Ja, want als het verkeerd is, neem je het gewoon opnieuw op. Ja. Dat doe je op een podium niet. Als je geblunderd hebt, sorry, dan moet je gewoon herstellen of lachen om je eigen blunder. Ja, tuurlijk. Maar als je dus zelfs opneemt, jij tegenover je telefoon, kan je het gewoon verwijderen en het opnieuw doen. Mm-hmm. Dus dat is, als je het aan mij vraagt, is dat toch wel iets makkelijker. Ja. Maar je kan wel veel meer mensen bereiken. Ja. Okay. Als jij een voorkeur zou mogen uitspreken, doe je liever de TikTok-video's of kijk je toch wel uit naar een solo stage? Een solo stage. Toch wel? Ja. Is het de eerste keer dat je een solo show gaat doen? 24 november is je show, hè? 24 november is mijn show, inderdaad. Mijn eerste, dus mijn eerste show. Ja. Maar ik heb dus vaker in het voorprogramma gestaan van grote artiesten. Mm-hmm. En van het buitenland en Suriname. Ja, okay. Dus je show heet Laat Shelle Je Vertellen. Yes. En je subthema is van je familie moet je het hebben. Ik denk dat iedereen in Suriname kan relate. Want we hebben allemaal een soort van familie. Klopt. Ja. Klopt. Je gaat de saus van je eigen familie gaan je buiten zetten. Mijn eigen familie, inderdaad. Hebben ze toestemming gegeven? Ja. Okay. Ik heb ze ook laten tekenen. Weet je, zwart op wit, wat achteraf moet je niet zeggen dat je het niet leuk vond. Maar het zijn ook dingen die relateerbaar zijn. Echt die typisch Surinaamse families. Die oom die altijd zoveel drinkt, die tante die altijd alles wilt meenemen op Surinaamse feestjes. Dus
echt bemoeien. Die dingen. Het bemoeien. Ja, dus alles komt echt voor. Ja, okay. Weet je, in sommige families, als iemand is overleden, heb je altijd een tante die vindt, nee, ik ga geld ophalen. Jullie moeten bijdragen zetten. Dat is jammer money. Dus over zulke dingen, dingen die gewoon echt relatable zijn. Zijn er ook een paar stories die niet echt in je familie voorkomen, die je gewoon voor de show erbij... Ja, klopt. Godzijdank. Want er hoeft niet iedereen plots naar je hele familie te gaan kijken. Oké, dus welke tante was dat aan het doen en welke oom deed dit? Ja, toch? Je hebt ook een paar fictieve families erbij. Dus dingen die ik misschien op social media heb gezien, of in de buurt. Maar dan breng ik het zo over alsof het mijn familie is. Maar de meeste stories zijn ook echt gebeurd. Ik heb een hele grappige familie en vriend. Iedereen vindt zijn familie vreemd, hoor. Echt vreemd. Het zal echt niet aan jou alleen liggen. Volgens mij ben ik de rustigste van mijn familie. Ja, mooi verhaal. Maar luister nou, doe je dit nu al professioneel of heb je nog wel gewoon een baan hiernaast? Professioneel. Ik ben sinds kort met buitenbezwaar. Ja. En als alles goed gaat, ga ik dus niet terug. Dan wordt dit mijn baan. Ja. Ja, tot nu toe is het mijn baan. Ja. Dus ja, ik heb alle tijd om te oefenen. Ja. Want ik oefen, ik heb een trainer, een hele strenge trainer. En dat is Astrid van Eer. Ja. Was ook de trainer van Wesje en regisseur. Ja. Dus. En een strenge manager, Veranto. Ja. Dus ik moet het professioneel doen. Ja. Oké. En dat is ook mijn geluk, hoor. Ja, precies. Het is heel mooi dat je de mogelijkheid hebt. Klopt. Oké. Wanneer is het idee ontstaan of dat je jezelf confident genoeg voelde voor een solo show? Vorig jaar juli. Ja? What happened? Vorig jaar belde een comedian uit Nederland me. Ja? Hij is in principe een seksuoloog. Mm-hmm. En hij doet ook stand-up comedy. Zo brengt hij die informatie ook over als het gaat om een grotere crowd. En hij belde me en hij zei me, hey, kom naar Suriname. En ik heb een show en ik wil jou in mijn voorprogramma. Mm-hmm. En ik was like, nee boy, ik doe geen stand-up. Ik hou van toneel. Ik maak mijn TikTok-filmpjes, maar geen stand-up. En hij zei, maar je kan het wel. Ik heb naar je video's gekeken. Toen heb ik er lang over nagedacht. En ik besloot het toch te doen. Een week, twee weken. Is dat lang? Eigenlijk dacht ik, weet je, dit is niet van mij. En hij belde terug. Mm-hmm. En gelukkig deed hij dat. Ja. Gelukkig heeft hij dat gedaan. Met God stuurt zijn engeltjes op die manier. Dat klopt. Ja. Uiteindelijk heb ik het gedaan. Het was zo leuk. En als topmensen je bellen en ze zeggen, ik was daar. En je bent wel goed. Mm-hmm. En ook feedback heb ik gekregen. Je mocht in de toekomst moet je wel hierop letten. Ja. Maar je was goed. Ja. En ik werd zo enthousiast. En ik schreef op Facebook, volgend jaar heb ik mijn eigen show. Zonder een plan, zonder geld, zonder een script, zonder niets. Manifest. Ja, dat klopt. Enkele dagen na die show werd ik gebeld door Sneeuw Production. Ze lieten toen La Fella halen. Mm-hmm. Yeah. En ik mocht dan ook in het voorprogramma van La Fella. Daarna ook in het voorprogramma van Nickums. Daarna mocht ik met zoveel grote stand-up comedians van Suriname op het podium. Bedrijfsfeestjes mocht ik optreden. En toen dacht ik, hey, weet je, ik wil wel mijn eigen show. Ja, oké. Als je eraan denkt, word je nog steeds een beetje zenuwachtig? Zenuwachtig niet, ik ben enthousiast. Je bent al klaar. Ik heb zoveel geoefend, try-outs gehad. Mijn laatste, je was uitgenodigd voor mijn laatste try-out. Ik was try-out. Hollander. Ja, klopt. Ja, sorry. Ik zag je naam op de lijst. Voor de real deal ga ik er zijn. En mijn laatste try-out was in CCS. En die feedback was heel goed. Een week daarna werd die show aangekondigd. Okay. Dus ja, I'm confident. You're confident. You look confident. You look happy. Ben ik inderdaad. Ja. Oké. Heb je al nagedacht over wat het vervolgtraject voor jou gaat worden? Ja, de bedoeling is dat we volgend jaar gaan toeren met die show. Ja? Oh, leuk. Oké. Ja. Toeren waar? Suriname? We willen zeker ook toeren in Suriname. Ja, toch? Ik bedoel. Dat is makkelijker, maar groter. Ja? Okay. Dus na Suriname willen we ook naar Nederland. Oké. Nederland. Nederland, ja. Nice. Heel erg leuk. En dat weet je nu al? Ja, dat weet ik nu al. Oké, wauw. Zijn er al voorbereidingen? Zijn er al reacties vanuit Nederland gekomen over jou? En ja. En ontvangst van hoe ze je daar en niet alleen, op wachten? Niet alleen mensen die me volgen en mensen die me graag willen zien, maar ook organisaties. Oké.
die contact maken met mijn management. Hoe zou je niet confident kunnen zijn wanneer dit allemaal met je gebeurt? Precies. Ik kijk naar je en ik heb echt het idee dat je over jezelf nadenkt en denkt, dit is a dream come true. Inderdaad. Ja. En je straalt het uit. En it's very nice. Inderdaad. Ik wist altijd dat ik dit wilde doen. Dus bezig zijn op het podium. Ja. Maar ik wist niet dat dit het zou worden. Stand-up comedy. Ja. Dat wist ik echt niet. Okay. En ik blijf het zeggen. Je moet gewoon de juiste mensen om je heen hebben. Tuurlijk. En dat was mijn geluk. Nooit iets alleen. Nee, dat was echt mijn geluk. 24 november is je show. Wat is de locatie? 24 november in Nis. Ja. De kaartjes kunt u kopen via... Online via kartabassi.com en HSDS. Mm-hmm. Alle HSDS-filialen. Die tribunestoelen die kosten 475 SRD. Mm-hmm. En we hebben ook de vloerstoelen die zijn vanaf 850 SRD. Ja, oké. Okay. Ja. Very nice. Nis. Ambitious. Heel erg goed. Ik vind het heel flink. En al direct de eerste keer gewoon dang erin. Very nice. Mag ik je alvast feliciteren? Dankjewel. We kijken uit naar 24 november. Het is natuurlijk ook een hele mooie dag op zo'n vooravond van een residentiefeest. En je weet nu al dat je eigenlijk verder gaat. En hoe je het ook tijd of keert, je neemt altijd de vlag van Suriname met je mee. Absoluut. En dat is het mooiste wat je kan doen voor je land. En voor ons als Surinamers die jou moeten supporten. Want doe het ook tijd of keert. Die familie van je woont hier. Ja, klopt. Dus hier ga je niet Shoitori komen om er een stand-up show van te maken. Klopt. Nou, ik zou je maar Shelle noemen. Dankjewel. Ja, heel erg veel succes. Ik zou zeggen, enjoy every moment tot de grote dag daar is. En not only make us proud, but make yourself proud as well. Absoluut. Ja? Absoluut. Thank you very much. Enjoy. En ook, ik wil ook ieder bedanken die me op welke manier dan ook support. Want, je hebt het. Je gaat naar Nis, hoezo? Inderdaad, want het zijn die mensen die keken naar die video's. Oh, dit vind ik leuk, ik ga het delen. En precies daar is het begonnen. Dus ik ben ze allemaal dankbaar. Ik zie jullie 24 november in Nis. Afgesproken, dankjewel. Alsjeblieft. Vandaag een heel gezellig gesprek met Shelle Liss. Ze heeft een show van een show in voorbereiding op 24 november in Nis. Laat Shelle je vertellen, dat is de titel van de show met de subtitel... Van je familie moet je het hebben. En dan denk ik dat u al genoeg weet wat u te wachten staat in het NIS. Ze zei het al via Kartabassi en bij de filialen van HSDS. Daar zijn de kaartjes nu al te koop. Ja, nu al. Voor 24 november. Dus we zien u daar. Dank wel voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.